De Roef, het eerste gebouw dat in 1976 werd neergezet in Almere Haven, is gisteren feestelijk heropend na een grondige restauratie. In het iconische gebouw zijn 7 appartementen en een winkel gemaakt. Even naar mij kijken, even, ja, ik vind dat helemaal goed komen. De Roef werd in 1976 geopend als multifunctioneel centrum in Almere Haven. Er was een café en een restaurant, maar je kon er ook naar de kerk gaan of vergaderen. Ook werd er geschaft door bouwvakkers. Later werd de Roef gebruikt als kledingwinkel. De laatste jaren stond het gebouw leeg. Het pand zat vol met asbest en voldeed door de slechte isolatie niet meer aan de eisen van deze tijd. Na overleg is er gekozen om het pand niet te slopen, maar grondig te renoveren. Claudia Laumans, we staan hier bij de Roef, het oudste gebouw van Almere Haven. Helemaal gerenoveerd. Wat vindt u ervan? Ja, fantastisch. Dit markeert dat dit centrum weer gaat leven. En dat was heel hard nodig en dat doet het. Dus heel blij mee. Ja, het was helemaal verpauperd. Er stond zelfs op de nominatie om gesloopt te worden. Waarom is het nou zo belangrijk dat dit gebouw juist behouden is gebleven? Ja, dit pand staat symbool voor wat haven is. Je zegt het zelf, het is het oudste pand in het centrum van Almere Haven. Het eerste wat er stond, gebruikt en heel veel verschillende functies, dat dit nieuw leven ingeblazen is op dit moment, is gewoon heel belangrijk. Gert van der Glint, eigenaar van de helemaal gerenoveerde Roef hier achter ons. Ja. Waarom wilde u het gebouw zo graag redden? Nou, ik heb verderop in de Meerstraat, in de Kruisstraat, heb ik 20 winkelpanden. En die heb ik in 2018 gekocht. En toen kwam ik hier op het plein en toen zag ik zo'n verwaarloosd gebouw en dat ontsiert totaal het Almere Haven. En dat pand, daar moest wat mee gebeuren. U heeft het helemaal in oorspronkelijke staat laten restaureren. Van binnen zijn er dan appartementen ingekomen. Ja. Waarom wilde u dat zo graag? Nou, dat wilde de gemeente graag, want ze wilde het aanwijzen als monument. En ik heb gezegd, dan heb ik geen interesse, maar ik wil wel iets hebben dat past in de gemeente. En dit past erg bij het gemeente, vooral omdat het pand een enorme historische waarde heeft. Van begin af aan het eerst het oudste pand van Almere Haven is. De appartementen zijn inmiddels helemaal klaar en de eerste bewoners zijn er al ingetrokken. De bedrijfsruimte op de begane grond is bijna gereed en wordt een praktijk voor fysiotherapie. Nou ja, ik ben net in Almere Haven komen wonen, al 4,5 jaar. En ik wilde graag mijn praktijk hier vestigen, in toekomstbouw. En toen zag ik de Roef en daar was ik meteen, eigenlijk net zoals Gert, verliefd op. Ik was alleen net te laat. En toen heeft Gert gezegd, nou, ik vind het heel leuk als jij dat zou willen doen. En zodoende heb ik het hele proces meegemaakt. En uiteindelijk heb ik het ook genoemd fysiotherapie de Roef. Nou heeft Almere Haven het lastig, hè, de laatste jaren met winkels. Het ziet er hier en daar verpauperd uit. Dus je neemt een risico. Geloof je in de toekomst van deze buurt? Nou, dat is wel een van de redenen dat ik ook hier wilde bijdragen. Om te zorgen dat mensen te kunnen helpen op een sociaal punt, maatschappelijk punt. En ik kon ook ergens anders zitten. Maar dit vond ik zoiets moois dat ook voor de andere winkelen publiek, dat er mensen erbij konden komen. En vervolgens door kunnen gaan om een broodje te halen of naar de visboer. Dus ik vond het een mooie meerwaarde. Ten opzichte van de rest van de winkelstraat. Dus ik dacht van, nou, als ik daar een bijdrage aan kan leveren aan de nieuwe Haven Hart 2.0, dan zou ik dat graag hier aan willen deelnemen. Begin november gaat de praktijk fysiotherapie open.